Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatar Lord met Sander van Gaming SB. Ik kwam erachter tussendoor dat mijn Fracture Dragon Rage kan. Dat sommige mensen hebben ook heel goed. Druk, hè? Oh, ga je weg. En DK, dus onze Simisear, die heeft... Hey, die mag jij. Ja, ik deed ook zo'n pochface, dat zie je niet. Oké, okay, nee. Ik deed het wel. Simisear kan Flame Burst, dus dat is ook wel heel ziek. Ja, dat snap ik. Ik ga even met Tulp in, want ik vertrouw het niet dat het... Wat zijn jouw abilities eigenlijk? Weet ik niet. Oh, dat schiet op. Hey, Fracture, die heb ik al. Waarom is hij niet shiny? Omdat ja. Pff, wat een hater ben jij. Wat? Ik geef een optie en meteen... Kut, zo. Als hij Dragon Rage doet, ben ik de... Wauw. Dat was leuk. Dat was niet slim, denk ik. Weet je wat het erge is? In mijn hoofd had ik dit scenario al voor me, zeg maar. In ieder geval, zal je net zien dat ik niet kan runnen en dat ik me dan Dragon Rage. Want daar kan ik toch niks aan doen. Oh, je was wel aan het runnen. Ik dacht dat je gewoon aan het bevechten was. Hij runde maar. Nee, hij runde gewoon. Of ik probeerde te runnen en ik kon niet runnen. Maar waarom? Want je kunt toch heel makkelijk Dragon Rage tegen hem doen? Ja, maar ik weet toch niet wie de sneller is? Oh ja. Dan kan ik beter de kans hebben dat ik kan rennen. Dan is de kans dat ik dood ga nog groter, zeg maar. Dit is heel sad. Ja. Nou, dat was het dan weer voor Fracture. Dat is wel zonde, want Dragon types zijn er niet zo heel veel. Ja, en buiten dat, Dragon Rage is in deze stage van de game fucking OP. Ja. Hey, normaal, heb je Dragon, normaal is er toch een Dragon Rage class, alleen nu niet, omdat ik zelf Dragon Rage had. Ja. Ik had hem nog niet gebruikt, dus misschien technisch gezien kon ik daar onderuit, maar ik heb hem nu inmiddels toch al gereleased. Ja. Is dat Paddo? Hoe wist je het? Ik ben zo'n psychic. Ik wilde een Paddo mail noemen. En dat doe ik ook. Ik ga even in de penis nog kijken of er encountertjes zijn. Deze mag ik. De vraag is, wil ik die? Ik wil weg hier. Maar die mag je wel. Nee. Waarom heeft elke Pokémon snow warning? Omdat ze je haat. Hey, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn met je fire. Nee, welke? Because you set fire to the snow. Wel mijn Burk en Dragons, als ik die heb. Oh ja. Wat? Deze guy waked gewoon up? Weet je wat? Before you go-go? Ja, dat denk ik wel. Heb je go-go's gehad? Wat is een go-go? Dat is van de C1000, zo'n... Oh, die hele kleine poppetjes. Ja. Nee, maar ik vond ze wel vet. Nice. Ja, mijn ouders... deden altijd boodschappen bij de C1000. Dus jij krijgt altijd die go-go's. Ja, echt heel ziek. Jij was een go-go meester. Nou. Misschien dat ik ze nog wel ergens heb, maar ik zou niet weten waar. Had je ze allemaal? Nee, volgens mij niet. Had je ook de gouden go-go, dan kon je toch iets winnen? Ja, maar die heb ik natuurlijk nooit gehad. Ja. Vraag me niet hoe. Ah, ik weet niet, volgens mij kreeg je toen ook al niet meer van die acties bij sigaretten of zo. Want dat trekt wel lekker aan, zeg maar. Ah. Niet dat mijn ouders voor mij sigaretten haalden, maar meer. Mijn ouders haalden het voor een van. Oh, Mudkipping! Yes! Wow. I'm loving it. Is deze een Mudkip McDonald's? Want I'm loving it, man. Ik ga hem ook McDonald's noemen. Nu. Zoveel hou ik van deze Mudkip. Mudkipping. Maar waarom is het geen kip? En mijn axolotl? Waarom heet hij dan kip? Dat kip niet Engels is voor kip.
Nah. Wees niet zo'n chicken en noem kip gewoon kip. Oeh, die mag ik niet, maar die had ik wel leuk gevonden om een keer te gebruiken. Die mag ik. Ja. Dat is de oorspronkelijke tuinslang volgens mij. Oh nee, dat was Gyarados. Daarna kwam. Was het niet hun tail die tuinslang was? Nee. Dat was in mijn Typlock. Had ik Gorbis de tuinslang. Hoe werkt het in een Typlock ook alweer? Dat is gewoon een monolok. Mm. Maar ik wist toen nog niet dat het monolok heette, dus ik heb het toen Typlock genoemd. Want... Ja. Ik denk dat het niet zo erg is. Nee. Was ook wel leuk om een keer te doen. Ja, alleen wel fucking moeilijk. Ja. Nou, ik had de regels wel iets aangepast, want... Ja, het zal dus niet, nee. Nou, ik begon dus met SpongeBob en Hypno. Nou, dat scheelt, dus ik noemde hem SpongeBob. Dat is mijn logica. En die ging toen dood. En toen heb ik gezegd van... Yo, dan mag ik een nieuwe Pokémon vangen. Van een nieuwe typing. En toen kreeg ik water, dus... Daarmee had ik heel veel geluk. Want water is overal in de game. Zie? Met kip. Ik heb hem trouwens. Mac Chicken. Ga ik hem noemen. Dat is nog beter. Past dat? Mac Chicken. Oh, ik hou van de wereld. En wel een hoofdletter C alsjeblieft, Sander. Oké, okay. Ik was ook nog bijna mee weggekomen ook, hè. Chicken. Heel ziek. Heel ziek. I'm loving it. Oké, wacht even. Want die wil ik wel eventjes voorop hebben staan nu. Die wil ik trainen. Misschien eerst even healen. Dan, als ik die wil gaan trainen. Ik wil de experience share. Ik wil zoveel. Ik wil eigenlijk ook wel een experience share. Raak gewoon gepoisoned, vuile bitch. Waar ben jij nu dan? In de rival battle. Ah. Ik dacht al, dat ziet er volgens mij niet uit als de standaard grass patches. Misschien ook wel. Dat ik raak in gepoisoned. Ik heb me wel niet voor variatie in mijn team. Als in, ik heb 2 grass. Maar deze kan ook echt grass type move, dat is wel chill. Oh ja, waar staat... Oh, solar power. Oké, dat is echt heel kut. Oeh, nog maar 1 poison. Waterfill. Op zich, oké. Molebreaker, oh ja, die wist ik. Jammer dat het niet goed is tegen Fire-type moves, anders had het fucking... Ja. Hij crit alleen maar, wat een tyfuszooi is dit weer, zeg. De Pokémon moves after all other Pokémon do. Oh, dat is echt kut. Met kippen kijken. Maar hij evolueert nog wel, hè. Ja, dat is waar, dat is waar. Daarom is die snow... Hé, daarom is die snow warning op Kakuna ook niet zo erg. Die evolueert toch ook bijna, dus... Ja, gaat die Kakuna ook echt gebruiken? Ja, ik gebruik gewoon alles totdat ik andere Pokémon heb om mee te swappen. Stel, je zou nu een Illumise krijgen. Zou je hem dan ook gebruiken? Ja, totdat ik andere Pokémon heb om mee te swappen. Je kunt hem wel altijd in je team en dan kun je hem sacken, zeg maar. Precies. Dat is wel natuurlijk een zoals ding. Die Illumise die je nu tegenkomt. Ja, ik ga hem niet vangen. Je hebt het echt geen Pokémon, mensen. Nope. Weet je dat Illumise best goed kan zijn als je hem Tilglow geeft? No, en I don't care. Ik heb een hekel aan het beest. Ik hou wel van 1% Volbeat in Emerald. En dan die krijgen in de bingo. Dan ja, dat vind ik wel weer echt iets als jou. Met je geluk. Hou je bek eens. Met je geluk. Bro, jij hebt een fucking fracture. Oh nee, wacht. Nee, never mind. Wow, jij bent zo'n anuslikker, hè. Je bent echt zo'n anuslikker. Zo leuk, hè.
Ja, volgens mij ben ik zo'n pyromaan, want ik ben aan het stoken. Nee, jij bent een pyromaan. Ik ben een pyromaan, want ik ben on fire. Oh ja. This girl is on fire. Wow, wat wat, zo gaat dat ditje toch? Ik praat niet meer met jou. Dat is onhandig als we een serie opnemen. Dus, never mind. Oh, wat lief. Dat is niet uit liefde. Dat is he's setting his differences aside. Oh, nu... het duurde toch al tering lang. Als hij niet zit, dan... Deze bitch is gore. Oh ja, dat klopt. Snap je hem? Het is een gore bitch. Wow, je hebt nu je sterkste Pokémon team member. Dit zou wel een coole Pokémon. Ik kom alleen maar Pokémon voor jou tegen. Past dit? Oh, Illumuizen. Ik heb het eventjes vertaald. Wat slecht. Ea zelf. Die mag je niet vangen, want je bent geen... Psychisch. Flying. Ik ben... Flying. Ja, Flying Tribe mag je toch gaan zelf. Oh, zo. Ja. Yo, hey, weet je nog dat we het hadden over die Dynamite? Oh, die wil ik. Maar hij heeft alleen geen level T, dus die Pokémon op zich is wel een stuk slechter in deze randomizer. Ja, klopt. Jij bent zoveel verder. Charge Beam? Yo, kun je even normaal doen? Nou, waarschijnlijk niet. Ik vind het vervelend, want al mijn Pokémon zijn zo laag level. En ik wil graag trainen. Ja, ik heb hetzelfde probleem. Ik heb alleen een Ariados die redelijk hoog level is. Alleen, die kan gewoon geen goede moves. Dat heb ik met, hoe heet die? Poliswag. Oh, ik word gesand attacked. Dit brengt me terug naar Gen 1 Generations. Waar ik werd gesand attacked door een Pidgeotto van Gary. Maar, jij bent toch nu bij Ruby? Inmiddels. Waarmee? Met Generations. Nou, die generation bedoel ik niet. Maar nee, ik ben niet bij Ruby. Ik ging dood. Oh ja, jij ging dood aan het eind. Oh, dit was dom. Zelfs tegen de champion, volgens mij. Ja, daarom dacht ik waarschijnlijk. Maar vind je dat niet hartstikke kut dat je dan Gen 1 weer opnieuw moet doen? Ja, maar ik weet ook niet of ik dat snel weer ga doen. Maar zeker omdat ik nu ook met Gen 1 bezig ben voor de Subpar Guys, dus dan... Ja, dan heb okay. Ik ook niet precies kut. Oh. Nee, dat snap ik. Oh, ik heb wel potions gekocht volgens mij, toch? Ja. Ja. Oh, ik heb er nu nog steeds maar één. Ik heb ook wat verbruikt, dus ik ga ook eventjes... Kut. Nee, ik ga niet kut. Ik ga 2 kopen. Poison. Ik moet denk ik gewoon even switch trainen en hopen dat ik Fire-type Pokémon tegenkom. What the fuck? Oké, Trapinch is dood. Wacht, wat is... Oh, ik krijg ook een Electric natuurlijk als mijn starter. Nee, dat is zeker niet handig. Dus, ik kan beter haast even trainen. Met Shroomish. Kijk, dit is op zich wel chill, want Grass is super effective. Oh nee, hij is ook flying. Oké, okay, level 2 Semisir, je kan dit. Ben ik al dood? Oeh, dan moet ik toch naar Poliswag. Ben ik sneller? Weet ik niet. Nee, ik ben niet sneller, dan ben ik dood. Oh nee, nice. Oh, maar Flame Burst geeft... Oh. Flame Burst is best slecht, alleen die hit ook andere... Oh ja, inderdaad. Flame Burst is inderdaad slecht. Ik dacht dat Flame Burst een goede aanval was. Nee. Nee, dat blijkt. Hij kan zeker alleen maar harden of niet. Ja. Ja, wat gezellig. Maar je kunt hem sack-offing. Nee, dat is niet nodig. Ga je het redden? Dat weet ik ook niet, maar... Het enige voordeel van Sand Attack is dat je wel natuurlijk altijd kunt switchen. Het
enige nadeel is dat dat ook weer een beurt kost. Oké, hij mag geen crit. Dan ben ik in red health namelijk. Nou, is red health nog te doen? Mac Chicken level 6 en hij heeft mudslap. Oh. Dat is meteen super effective. Het enige nadeel is dat Mac Chicken is natuurlijk nog alleen water. Mac Chicken, kiboom. Kijk, die mudslap is heel fijn, alleen hij is wel super effective en hij heeft gewoon charge beam. Ja. Yep. Kijk, ik heb het gehaald. Yo, ik heb een upgrade. Die had mijn Illumise vast. Ik denk dat ik hier eventjes ga trainen. Misschien dat ik nog een rare encounter tegenkom. Zoals Cinchino. Ah. Die je mag gebruiken. Ja. Want het is een normale Pokémon. Ja. Ik kom echt veel te weinig Pokémon tegen die ik mag gebruiken. Hoezo? Je hebt toch een heel team? Let je wel op bij wat er bij mij gebeurt? Nee, je hebt er vier of zo. Je hebt twee... Nee, ik heb drie Pokémon, waarvan twee low-level bugs. Ja, dat klopt. En een Simisear die alleen Flame Burst kan als aanval. Goede aanval. Terwijl het niet eens een goede aanval is. Die level 2. Oh, je twee had verder niks? Nee. Nee, dat klopt ook wel, maar... Oh ja, je had die Fracture, maar die is dood gegaan natuurlijk. Yep. Dit was niet lullig bedoeld, sorry. Maar ik zat gewoon te denken van... Je had toch meer Pokémon, maar dat... Sorry. Ik heb maar drie Pokémon, hè. En alle drie niet echt heel goed. Ik zou best wel een Raichu kunnen gebruiken of zo. Ik weet dat het geen bunny is, maar toch noem ik hem Bugs. Nice. Is dat niet met dubbel G? Volgens mij wel. Dat denk ik ook, want anders is het gewoon insecten. Ja, daarom. Shroomish. Ken je dat liedje? Shroomish, 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 shroomish. Oh nee, Jan Mega, dit wordt echt vreselijk. Wat kut. Absorbing all the powering van deze Minchino-ing. En hij dubbelteamt ook nog. Om nog even een beetje kutter te maken dan dat het al is. Poison hem. Hoe groot is de kans dat je poison? Niet volgens mij. 10% misschien? Ja, je weet, ja, het is twee keer gebeurd. Maar volgens mij is die kans zo klein dat je poisont. Bij Poison Sting zou dat juist niet moeten zijn, maar misschien dat het in deze game anders is. Voor mijn gevoel is het 10%. Hey. Ja, of je hebt gewoon ongelukking. Dat klinkt ook wel als mij. Dat klinkt niet echt als jou. De guy die altijd de bingo wint. Oh nee, Nando wint altijd de bingo. Ja, wat ik wou net zeggen. Ik win altijd de bingo als wij met z'n tweeën spelen. Ja, precies. De guy die nooit de bingo wint. Dat ben jij. Nou... Ik ben nog een beetje onervaren met de bingo's, oké? Okay? Nou, onervaren. Het is niet dat wij er heel veel meer gespeeld hebben dan jij. Ik kon ook heel vaak niet, toch? Ja, maar toen hebben we ook gewoon niet gedaan. Oh. Ik denk dat ik twee bingo's alleen met Nando heb gedaan. Ja, één keer Emerald en één keer Platinum dan waarschijnlijk. Eboei! Weet ik al wat zijn. Wat was zijn? Oh ja, dat was Waterfill. Deze wist ik al, die wist ik al, die wist ik al. Heb je ook al super leuk! Holy damn. En Suction Cups. Oh, het duurt best wel lang voordat Shroomish een nieuwe ding krijgt. En Charim dan? Charim krijgt pas op level 19 een Grass-type move. Ja, maar dat komt ook omdat hij eigenlijk een pre-evo heeft.
Op 10 krijgt u wel Lichi. Ja, nee, klopt. Dat is ook, maar... Maar... Ja, Shroomish heeft al wel een Grass-type, maar die is niet zo goed. Dat is Absorbing. Absorbing is wel oké in low level. Zeker omdat je ook geheeld wordt. Ja, dat is wel chill. Dat is chilling. Ja, of ik moet Mudkip trainen, maar... Ik ben bang voor de Electric van de Mudkip. Nou, niet van de Mudkip, maar tegen de Mudkip. Mm-hmm. Ik snap hem. Grove, ga jij maar lekker growen. Ik vind het goed. Wat eigenlijk wel raar is, want je zou denken als je groeit dat je makkelijker te hitten bent. Dus je wordt groter. Mensen kunnen mij nooit vinden, want ik ben zo klein, dus... Je hebt het moeilijk te hitten. Ja. Daarom als je jezelf... Ja, daarom is ook niet op je, omdat je moeilijk te hitten bent. Ja, dat is waar. Maar als je jezelf 4 Pokémon moves zou moeten geven, welke zou je dan aan jezelf geven? Fly. Kun je vliegen? What the of frick? Teleport. Of teleport. Want? Nee, maar gewoon... Nee, teleporteren. Ja, oké. Nee, ik bedoelde meer... Oh, dat ook... Wat in theorie ook kan. Ja. Sky uppercut, sowieso. Jij bent zo'n fighting JoJo mastering? Misschien? Nee. Ik zou minimize, want ik ben klein. Yo, dat is een zieke encounter. Kabooming! Nee, ik zou minimize. Ik denk bite, tuurlijk. Dan heb ik dark type coverage. Ja. Yeah. Acid, want ik ben natuurlijk geen mist, hè. Dus ik kan die zuren gewoon over je heen gooien. Ja, of wel oppassen dat ik niet mezelf raak. ik weet niet of dat verhaal überhaupt bekend is. Maar goed, we gaan gewoon door. Ik weet niet waar het over ging in ieder geval. Nee, oh. Dan is de grap gewoon niet grappig. Ik durf niet verder. Ik kan wel natuurlijk altijd Illumuizen sekken. Ja, maar je hebt wel een... Je hebt wel gras Pokémon, hè? En die zijn... dan is het not very effective. Ja, dat weet ik. Maar die is ook maar level 7. En hij zegt level 9 of zo, denk ik. Of niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Met defense omlaag. Ja. Oh, maar is die laatste special. Weet ik eigenlijk nog niet. De laatste move. Oh, hij is level 8 maar. Oh, dat lukt wel. Misschien. Maar sowieso minimize. Chatter. Acid. Chatter is je laatste en... move. Oh, dat is wel een goeie. Minimize. Acid. En bite. Gewoon. Ja. Hier. Zie je hoeveel dit heeft gedaan. Oh, dit was best wel veel, ja. Ik ga dood. Absorb. Ja, dat was absorb. Oh. Fuck. Nou, misschien moet ik toch naar Mudkip. Maar die gaat sowieso ook dood. Mudkipping. Dan had ik hem echt veel meer moeten trainen. Charge Beam. Ja, Charge Beam is nog niet zo erg. Want dat is inderdaad not very effective. Special Attack gaat ook nog eens omhoog. Dus het doet steeds meer. Fijn. Nee, top. Leuk. Daar word ik vrolijk van. Dat is Kasper trouwens. Ik doe muizen maar dood laten gaan dan. Maar ja, naar wie ga ik dan switchen? Denken. Welke aanvallen kan Mizino? Weet ik niet. Maar ja, die is ook wel 4. Oh, dat was heel dom. Spark, is dat... Misschien dat dat gewoon attack is. Ja, waarschijnlijk ja, wel. Volgens mij wel.
Ja, ik heb ook maar 3 potions, want ik heb niet zoveel geld. Ik hoop gewoon dat ik hier levend uitkom. Ah, dit gaat veel doen. Hoeveel doet het nu? 8. Oké. Okay. Als hij geen crit heeft, dan kan ik dit overleven. Als hij crit heeft, word ik echt boos. Geen crit, oké. Okay. Zonder crit had hij me al bijna dood trouwens, holy damn. Ik ga Bugs en muizen wel sackoffen. Gewoon zoveel mogelijk damage met hun doen. Ja, snap ik. Want het boeit me niet als ze doodgaan. Dat is het chillen van elke Pokémon vangen en stop ze gewoon in het team. Oké, okay, ik moet later terugkomen voor mijn Inferno, want mijn Pokéballs zijn op. Oeh. Ze noemen het ook wel eens. Hopping. Deze guy ook flying? Oh nee, oké. Okay. Tackle en Sweet Sand. Ik zou Sweet Sand kunnen doen. Maar ik doe Was het niet. Het voordeel van Sweet Sand? Gaat dan niet zijn evasiveness om... Oh nee. Ja, dan gaat zijn evasiveness omlaag. Ik dacht eventjes dat... de kans zijn accuracy omlaag gebracht, maar dat is volgens mij niet. Ik ga Iwimise, denk ik, healen. Ik vind het zelf ook gek dat ik dit zo zeg, maar zijn tackle doet best wel veel. Haar tackle. Ja, hoe heb je die sleeping op Iwimise? Ja, nu is hij wel dood. Oké, okay, die. Die potion was niet heel erg gunstig. Ga ik naar Tulp. Ik heb nu geen potion meer, dus dat is heel kut. Tackle. Oh, hij mist. Oké. Okay. Oeh, dat deed heel weinig damage. Nou, en dat maakt niet uit. Hebben, dat doet... Fucking flinch. Wauw. Oké, okay, ik ga Tulp verliezen. Oh. Oh, dit is positief en negatief. Ligt eraan of ik fully per... Wat een luck heeft deze guy. Oh, hij deed nog een keer... Misschien is hij out of moves aan het raken. Ik denk het wel, anders doet hij niet de hele tijd Thunder Wave. Ik denk dat je gewoon... dat je gewoon gaat winnen nu. Wow. Ik ben echt blij. Ik heb 2 Pokémon verloren... But I don't care, want die Pokémon wilde ik ook verliezen. Nou ja, dat is een groot woord. Die Pokémon boeide niet als ik die verloor. Paddlemail ook nog een leveltje. Oh, dit heeft me wel geholpen qua levels ook. Zullen wij de aflevering beëindigen, Sander? Ja, doe maar. Ik vond het wel een lekker spannend einde. Maar Sander heeft het gehaald en ik ben blij. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog als je hier hebt de volgende aflevering. Volgende keer ben ik vrij. Wat? Joejoe. Doei.